Er is nog nooit een schilderij van Lobit of Tolkamer gemaakt, volgens mij. Ja, dan denk ik van nou, dan ga ik het doen. Ron Wanders vereeuwigt de Liemers op het doek met waterverf. Ik vind het jammer als Pannerden, Lobit, Spijk, Zevenaar, ik noem maar even wat plaatsen hier een beetje in de omgeving, als die nooit geschilderd zouden zijn. Dus voor mijn gevoel is dat toch wel, ik vind dat wel echt heel leuk om te doen. Om ook wat plekken die iets minder bekend zijn te schilderen. Omdat ja, het is hier net zo mooi als in Zwolle of in, weet ik veel, een paar andere populaire plaatsen in Nederland. Grachtenpandjes in Amsterdam of Kinderdijk. Of, ja, vind ik dit toch wel de moeite waard, zeg maar. Zelf is hij geboren in Zevenaar en opgegroeid in Tolkamer. Ik ben hier jarenlang elke dag langs gefietst toen ik hier naar school ging in Zevenaar. En nu woon ik in Zwolle, maar ik vind het nog steeds leuk om schilderijen te maken van de omgeving waar ik ben opgegroeid. Mocht je iemand langs de weg zien zitten, dan is het waarschijnlijk Ron. Hij schildert namelijk altijd live op locatie. En soms heb je, je kunt er een foto van maken, maar soms levert ja, het werk op locatie, ik pak ondertussen even wat verf, toch net echt wel iets interessanters, iets mooiers op, vind ik persoonlijk. Dus, nou, toen het begon te regenen tussendoor, en soms is dat niet leuk, dan baal je of dan vind je het jammer, want je hebt een bepaald idee voor ogen van wat je zou willen maken en het lukt dan niet omdat het schilderij nat wordt en met waterverf is dat dan niet zo, zo erg, maar toch zijn ook al die dingen, zeg maar, ondanks dat het dus soms een beetje tegenvalt en dat je denkt van ja, het is niet helemaal geworden zoals ik had gewild, geeft dat ook wel voldoening. Of, ja, dat is wel, dat geeft soms wel, maakt het ook wel weer heel speciaal, zeg maar. Het hoeft niet perfect, vind ik. Ik vind het wel leuk. Ik ben nog niet echt tevreden. Nee, ik ben nog niet echt tevreden. Je bent niet streng tegen jezelf bij het eindresultaat. Ik ben wel streng, maar niet over het eindresultaat. Ron is in het dagelijks leven tekenleraar en heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Ja, ik weet niet of ik het... Het is een hobby, maar ik heb het altijd wel echt als iets meer dan een hobby gezien. Dus iets wat ik ook doe omdat ik het heel belangrijk voor mezelf vind, zeg maar. Ik haal er heel veel plezier uit, maar ja, als ik het niet zou doen, dan zou ik ook echt wel iets missen, denk ik, in mijn leven. Dus ja, eigenlijk is er geen moment geweest dat ik ook niet getekend of geschilderd heb. Ja, maar dan moet ik heel even wachten tot het droog is.